gewoon NCS. We kunnen jou niet strijken. Nee, het is NCS. Nee. Darkness rises and all you do. Oh, die was ook wel leuk, de 10 hoogtepunten. Maar ik vond hoogtepunt 1 vond ik een beetje teleurstellend. Hoe bedoel je hoogtepunt 1? Dat was zwemmen in Loch Ness. Van Schotland. Zwemmen in Loch Ness was superleuk. Ja. Ja, maar dat heeft helemaal niks. Nou, dat is toch niet... Het is niet zo van, je bent in Schotland en wow, het allergaafste dat ik daar gezien heb is dat ik onder water zat in Loch Ness. Omdat jij niet meeging. Jij zat daar te filmen. Oh, je zag gewoon Loch Ness daar een beetje liggen. Dat kan je hier nog even zien. Weet je niet hoe vet Loch Ness is? Wat vond je Loch Ness van de rest van de top 10? Op 10 stond Mafia Wolven. Wat vond je daarvan? Ja, dat vond ik gewoon lachen. Op 9, ik hield het heel lang vol. Dus, op 9 Vossen's verjaardag. Ja, die was ook wel goed. Op 8 stond Harmens Bomfest. Die vond ik, dat is gewoon humor. Op 7 stond... Waarom wel jammer dat je hem niet bij de douane had. Volgens mij heb ik het huwelijksaanzoek van Tamer van er iemand nee, het zijn Neval, doe normaal. En Neval, knullen op mijn hoofd. Hoi. Hoi. Ben jij mijn nieuwe vriendin? Ja. Oh, wat leuk. Bij deze. Ik heb een titel. Malek. Oh, ja, dat was... Nou, ja, ik vond het wel leuk, maar niet super speciaal. Mm-hmm. 6, de laatste hike. Die was ook leuk. 5 is... Zwemmen Loch Sil. Ja, dat... Dat was leuk. Ja, nou, met Rinse en met Jasper. Oké, die staan nog op een normale plek. 4, Edinburgh. Ja, mee eens. 3. Ik weet ze ook allemaal niet meer daarom. Hogwarts Express. Nou ja, er staat op 2 natuurlijk de berg. Beklimming bij Nevis, ja. Ik was de naam vergeten. De berg. De berg. Au. Ja, bij Nevis. En die had op 1 moeten staan eigenlijk, vind ik. Ja, en wat had er dan op 10 moeten staan? Op 10? Ja, maar dan schrijft alles dus een plekje door. Oh, ja. Of wat zou jouw top 10 zijn dan? Oh, jongen. Nou ja, Ben Evans natuurlijk op 1. Op 2, Edinburgh. Wist je dat ze ook op jou kapot kunnen vallen? Doe maar. Je schrok ook echt. Nou ja, ja. Tegen de muur. Nee, ja, maar daar komt de pussen uit, dus dat haat ik altijd. Je kan ze ook met een hamer in mijn map, ja. Ja, die laten we mooi hier staan. Als jij het doet, ga je gang. Oké, ja, dit was in ieder geval leuk. Welke video ik ook nog heel leuk vind, die wil ik jou graag even laten zien. Want dat is echt een goede video. Ik vond trouwens ook, je had ook zo'n video waar je in al die stukjes van mij achter elkaar had geplakt. Ja, dat heb ik in Bomfest bij... In Bompakket bij heb ik dat gedaan. Bomfest bij. Welkom bij Bomfest bij. Ik zei hier naast Lucas. Boom, dat was Lucas. Hier. Het zit hier aan het begin. Dat vond ik ook wel een grappig stukje. Dat een duitje een voice-over gedaan, toch? Nee, ik zat daar als een soort man even hier in mijn kamer te praten. Hier, 78 was dit. Seizoen 1, aflevering 78. Seizoen 1, aflevering 81. Oh, wat heb je te zeggen? Nou, niet te zeggen. Seizoen 1, aflevering 83. Nee, dit heb je ook gewoon willen doen. Ik heb niet eens doorgehaald. Oh, de hele berg. Dat was zo grappig. Jij zat aan Mafia Wolf met je ogen dicht. En ik zat met jou te vloggen. En toen zei die, Sebastien zei toen. Als Harm ook even stopt met vloggen. Lucas. En dat hoorde ik opeens. Maar ik had geen idee dat jij bij mij stond. Ja, ik zat toen ook achter jou de Macarena te dansen. Wat? Je mag niet iets met je telefoon. Jawel. 92, want je stopt brood. Hier, dus dat was jouw compilatie. Maar dan wil ik jou graag nog een hele toffe video laten zien. Moet ik hem heel even bijpakken. Ik doe heel veel ogen dicht, oké? Okay? Nou, vooruit. Ga ik hem heel even opzoeken. Niet weer een camera voor mijn gezicht zetten, hè? Die staat al voor je gezicht. Oké, mag kijken. Mag kijken, hè? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video van geschiedenis over Operation Market Garden in de tijd van de wereld. Het begon in Normandië, een rustige uithoek in het Duitse Rijk waar weinig Duitse soldaten waren. Er was daar weinig kans op een aanval. Ik heb voor school geprobeerd die samenvattingen van jou te bekijken,
Maar ik vond het het was in het jaar 1944. Dat was een beetje maar de aanval kwam toch. Op 6 juni kwamen er veel schepen. Ik van, ik val zelf ook in slaap. Even kijken wie er nog hier. Maar als de concentratie er was, was het wel handig. Maar ja, er zijn mensen die beter uit met video's hebben warmen. Ja, maar ik was 7 toen. Ja, dat, nee. Je was 13. Over goede video's gesproken. Dit is echt een all-time favorite. Het is Movie Maker. Dit is reageren op mijn eerste video ooit. Wauw. Oh, je bent zo schattig. Ik was echt cute, was ik. Geschiedenis vlog. In deze video. Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. We zien hier op de achtergrond even de video van nu zo'n half jaar geleden. En ja, nee, dat, was dat een is nog een oude intro volgens mij. En jullie zagen aan het begin van deze video ook mijn oude intro. Dat komt omdat ik vandaag een video ga bekritiseren die ik nu online heb gezet toen ik in groep 6 zat. Alleen het intro duurt al 1 minuut en heb je nog niks van die video gezien. We reageren op mijn allereerste video, hè. Dit zijn allemaal nog niet de eerste video. Hier begint de eerste video. Op dit moment. Op 2 minuut 2 begint de eerste video pas. Even kijken, doet het geluid het? Volgens mij doet het geluid van mijn video het niet zelf. Het is zo erg. Hij doet het, alleen dit vind ik echt cringe. Roep ik keihard. Volgens mij is het niet nodig om zo hard te gaan roepen. En stukje voor stukje. Je bent gewoon met poppetjes aan het spelen. Voor weet je hoeveel, deze video hoeveel views deze video heeft gekregen in die eerste video? Die heb ik nu online verhaald. 285 weer. Hoe dan? Ik kwam dus op school in groep 6. Meneer, mogen we mijn video kijken? Toen hebben we elke pauze gingen deze video kijken. Ik heb mensen letterlijk gevraagd. Ben jullie hem delen op Twitter? Dat soort dingen. Hebben mensen allemaal gedaan. Oh, super schattig. Dus ja, over all-time dus dat favorite. Moet je weer gaan doen, hè? Gewoon iedereen vragen om te Lucas, wil jij deze video delen op Instagram? Ja, als iedereen even nou Harme Frodo deelt, dan... Oh ja, dit is een hele mooie video. Wat doe jij? Schoolpower. Schoolpower! Dat vond iedereen zo'n nare naam. Dat was ook naar. Ik vond het zelf ook naar. Mijn broer heeft die naam ook bedacht. Iedereen zat van, wat heeft school daarmee te maken? Ja, ja. Oké, dit is dus Jenga Challenge 2. Maar hij is wel ziek hoog. Ja, hier zit ik hem dus helemaal in een soort timelapse. Op zich, het was goed geëdit. Met timelapses en dat soort dingen. Ja. Het enige wat ik deed aan doen was... Waarom ga je op hier pencil schuin? Hoe bedoel je schuin? Nou, dan gaat zo recht en dan gaat hij zo... Nee, een chicaan of zo heet dat. Het grappige is, deze heb ik ook helemaal niet gedownload. Ik dacht, als ooit mijn hele kanaal weggaat, hoef ik deze niet meer terug. Dus ik heb verder alle video's van Harme Frodo gedownload, maar dit niet. Hallo, wat doe je? Oh ja, toen ging ik hem hier neerzetten, maar toen dacht ik, ja, maar als hij nu omvalt, dan zie je dus helemaal niks van vallen. Dus ik zit hem in lager. Nou, en toen dacht ik uiteindelijk van, en bouwen. Maar waar staat hij nu op, jouw camera? Hij stond op een doos, waar ik hem met tape op het scherm vast had geplakt aan de doos. Ja, nu heb je natuurlijk prachtig standaard. Ja, die heb ik gekregen, dus hier. Wow, kijk eens jongens, nu hangt hij op de kop. Wow, wat leuk. Echt goede edits. En toen dacht ik zo van, ja maar hallo, wat nu? Allemaal blokjes zijn op. Weet je wat, ik ga blokjes er tegenaan gooien. Dus ik mijn zus vragen, wil je filmen? Mijn zus wou filmen. Waarom gooi je alles mis? Ik gooi alles mis. No way. En dan, hier komt hij. Ik gooi dus... Maar even serieus, je staat op 1 meter afstand en je gooit gewoon 20 blokjes mis. Ik was 4, oké. Okay. Daar gaat hij. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze groep. Dat was de allereerste vlog. Ik heb helemaal deze gezien, ik had helemaal geen vrienden meer. Ik moest helemaal weer alleen gaan volgen. Ik moet wel zeggen dat na alle vlogs zoals Storming Scotland en zo, het weer een beetje ongemakkelijk is dat ik hier weer compleet in mijn eentje sta. Ik weet echt nog als de dag van gisteren, het is nu 3 dagen geleden dat we geland zijn. Maar ik weet als de dag van gisteren hoe Scotland was. En hoe gezellig die groep was. En nu dan loop je weer alleen naar Vrameland. Clear skies.
En dan denk je van, oké, is dit content? Zeker is dit content. Dan gooi je hier 3 minuten van in de vlog. Heb je dit 3 minuten lang in je vlog zitten? Misschien. Het 3 minuten lang hoe jij een beetje in de zee aan het spelen. Ik weet niet hoe leuk het was. Uiteindelijk. Ja, je ging eerst ook niet, toen ging je weer terug, toen ging je weer heen. Zoiets was het. Ik had het volgens mij serieus 3 minuten lang kunnen kijken. Ja, en terecht, want hierna gingen we nog naar Madurodam. Wel goede muziek elke keer hoor. Ja, dank je. Leuk. Waar betaal jij je voor? Nee, hè? Nee, dit is gewoon NCS. We kunnen jou niet strijken. Nee, dit is NCS. Nee. Ja, moest dat hè? Ja. Was dat er één? Dat was er één. Ik heb 1 keer wel eens een heel doosje gegooid. Ga ik meezingen met de muziek? Daar kan ik echt niet tegen hoor. Sorry. Hallo. En het is zo open. Boom! Zie het zo niet. Boom! En weet je wie eronder heeft gereageerd? Lucas trouwens weet zeker waar.